Alireza, belangrijk doelpunt. Zo vlak voor tijd heb je het vertrouwen en het geloof heel de middag gehouden dat die, in ieder geval die gelijkmaker, nog zou vallen. Ja, ik denk het wel. Met name tweede helft. We hebben tweede helft heel goed begonnen. En we wisten dat, we moeten punten krijgen vandaag. Ja, helaas dat we wisten dat de trainer zei het al eerst voor de wedstrijd dat het eerste kwartier gaat gewoon moeilijk worden. En we moeten focus zijn, we moeten niks weggeven. Maar na tweede minuut we hebben die eerste goal gekregen. Maar ik denk na die eerste kwartier we hebben beter gespeeld. Niet veel kansen gecreëerd, maar wel balpositie hadden. Maar tweede helft, toen we willen gewoon erin te komen. We wisten dat we moeten de wedstrijd veranderen. We moeten belangrijk te zijn. En gelukkig heb ik gescoord. En ik denk na die 1-1, ik denk we kunnen gewoon die tweede maken en die 3 punten te pakken. Maar helaas, die gebeurt niet. En ik heb het gevoel dat we hebben 2 punten hier achter laten liggen. Ja, komt dat vooral ook door, toen stond je nog niet binnen de lijnen, maar in de eerste helft waarin het tempo veel lager was van jullie kant, dat je daarmee jezelf tekort doet? Weet je, we wisten dat tussen de linie, we hebben gewoon niet veel kansen, zeg maar. Dit is hoe wij spelen normaal gesproken, dat zeg maar op 10 we krijgen de bal draaien en dan we maken gewoon dieploping en alles. Maar vandaag, we weten dat in de middels is best wel compact en we willen gewoon naar zijkant gaan. Maar iedere keer we hebben de bal gekregen in de zijkant, zeg maar. Ze waren gewoon 3-2, 2-1. Die maakt het nog moeilijker om kansen te creëren. Maar tweede half, we hebben dingen veranderd en daarom denk ik, we hebben gewoon meer kansen gecreëerd. Maar ik denk overal, ik denk het ook dat eerste half was gewoon de tempo was een beetje laag, maar tweede half we proberen om snel mogelijk naar hun goal te gaan en proberen om dieplopen te maken. En daarom denk ik we hebben die 1-1 gemaakt. Maar daarna, ik vind het echt jammer dat we hadden de kans om tweede te maken, maar die gebeurt niet. En ook we hebben wel eentje gescoord, maar die was helaas bij het spel. Maar nu we staan nog steeds bovenaan en we moeten die houden. Het is de laatste weken veel gegaan ook over een eventueel vertrek van jou. Ja, op basis van jouw invalbeurt vandaag zag ik geen speler die bezig is met een vertrek. Je oogde erg gretig. Wat speelt er wel, wat speelt er niet? Wat kun je erover zeggen over jouw toekomst bij Feyenoord? Eerlijk zijn, ik heb het wel gehoord, maar nu ik heb mijn vol focus op Feyenoord. Na de WK, toen ik teruggekomen, ik probeerde om iedere dag aanwezig te zijn. Goed trainen, beter te worden. En natuurlijk als aanvaller, ze verwacht je gewoon assist maken, scoren. En die was gewoon op mijn gedacht, gewoon iedere dag. En we hebben wedstrijd donderdag. Dit is het enige ding dat op mijn hoofd is. En ik heb mijn vol focus op Feyenoord nu. Betekent dat je dus sowieso bij Feyenoord blijft? Begrijp ik je zo goed? Ja, ik ben blij hier. We hebben de beste supporters van de Nederlands. Toen ik hier gekomen, ik had het gevoel dat voor mij dit is a place to be. En ik ben blij hier. Nu ben ik de speler van Feyenoord. Niemand weet wat gaat gebeuren in de toekomst. Maar nu ben ik gewoon hier. Ik ben blij. En ik probeer iedere wedstrijd te belangrijk te zijn en meer minuten maken. En ik kijk naar toe, die donderdag. Ja, het is ook de eerste keer dat ik je spreek. Dat is het laatste thema van dit gesprek, anders duurt het misschien te lang. Maar de eerste keer dat ik je spreek sinds het WK. Dat moet, behalve een bijzondere sportieve ervaring, ook een lastige periode voor je zijn geweest. Hè? Kan je en wil je er iets over zeggen over hoe moeilijk die periode met alles wat er in jouw land gebeurd is geweest? Of ik begrijp het ook als je daar de vingers niet aan kan branden. We hebben een hele moeilijke tijd gehad. Ik heb nooit
zo'n situatie zeg maar meegemaakt in de carrière. Ja, wat gebeurt in mijn land? Natuurlijk, ik ben niet blij mee. De mensen hebben moeite en dingen moeten veranderen. Maar weet je, ik als speler van de Iraanse elftal en iemand dat ik heb invloed om zeg maar de mensen. Ik probeer altijd op achter de, onze mensen te staan, hun te supporten zeg maar. En ja, die enige dingen dat ik kan zeggen dat we hebben zoveel moeilijke dingen meegemaakt als zeg maar ploeg. Met name die voor de eerste wedstrijd. We waren bezig met alles, niet voetbal zeg maar. En zoveel dingen gewoon gebeurd daar dat. Ja, misschien nu kan ik niet zoveel over praten, maar in de toekomst misschien ik heb zeg maar, meer tijd om die dingen gewoon uit te leggen. Maar ja, ja, het was een moeilijke tijd. Het is nog steeds een moeilijke tijd. Maar ja, we hopen dat dingen gaan veranderen, beter worden. En dit is het enige dat ik kan gewoon zeggen.